welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Een kleine update over ons eitje. Ons eitje is eigenlijk al heel goed uit te komen. Moet natuurlijk nog wel wat groeien. Maar het ziet er wel eigenlijk al heel goed uit. Ik weet niet wat het zelf kunnen krijgen. Maar het ziet er echt super mooi uit. Au, ik vind het zeer goed. Hoe het nu is. We gaan straks de kleine laten ook kijken, voelen hoe het er allemaal uitziet. Dat is benieuwd wat hij er gaat vinden. Is het nu nog te eten? We zijn momenteel ook een kaartje aan het maken. Vandaag is zijn mama jarig, dus we zijn een kaart aan het maken. We hebben eigenlijk al heel veel dingen gemaakt. Dus tekening en zo. Dus wel leuk eigenlijk om het er allemaal op te plakken. En dat zijn we nu eigenlijk momenteel aan het doen. Dus we zijn niet alleen gefocust op het eitje. Maar ik ga jullie even opladen, want ik neem jullie straks mee. Want we gaan toch nog even een speeltuin zoeken. Omdat hij, ja, heeft al wat minder wijnpokjes. Dus hij kan al meer naar buiten komen. Dus hij moet straks toch naar buiten. Dus dan gaan we dat even goed doen. Dus dan gaan we zo doen, een speeltuin opzoeken. En dan even goed opvotten en genieten. Welkom allemaal. Dus we waren zo naar de winkel gegaan voor bloemetjes. Dus deze meneer was eigenlijk niet open op maandag. Maar omdat dat open stond, zei hij, die zei dat jou moet je hebben. Een zeer vriendelijke mens trouwens. Zeg ja, zijn mama is jarig. We zoeken eigenlijk bloemetjes om te kunnen geven. En kijk, ze heeft er gegeven. 7 euro betaald voor die mooie bloemetjes. Het zijn tulpen. Mooi, hè. Dus, en dit hebben we erbij gekregen. Schoon, hè. Wat je toch niet allemaal doet, hè, voor schoontjes. Ja, voor mama. Hij heeft ook nog tekeningen gemaakt. Niet allemaal voor mama. Dus ik denk dat ze wel heel blij gaat zijn. Dus ja, goed niet zo kapot doen, hè. Goed vasthouden, hè. Dus we gaan eerst naar huis springen. Dan gaan we naar de beenhouwer. En als er nog tijd over is, gaan we naar de speeltuin. Dus ja, dat zien we het allemaal wel. Maar we nemen jullie gewoon mee, hè. Dat is de bedoeling. Maar eigenlijk heel vriendelijk dat die meneer dat toch... Ja, open thee, want voor hetzelfde geld zegt hij van ja, we zijn gesloten, wij verkopen niet. Dus ja, sympathie aan die mens. Dus sympathiek. Dus ja, ik ben er wel maar onder de indruk. Dus dat wel. Ja, en die gaan wij nu even binnen zetten in een vaas, dat die niet kunnen verslensen. Zie wanneer ze moeten afgeven natuurlijk, hè. En hier is de speeltuin. Kijk, druk. Dat wordt een beetje tegen. Doe maar. Hij staat recht op te kijken van wat moet ik doen. Allee, doe er maar zand in. Daar zand in doen. Laat maar vast. Nou, dat is een keeper. Zo. Zie je? Nu jij. Doe met 2 handen. Dat kunt dat. Keeper maar. Zo. Hupsakee. Ja, goed zo. Dus hier op de glijbaan. Ik weet niet wat hij gaat begeleiden. Het is een kleine glijbaan. Het is een kleine glijbaan. Niet bang zijn. Doe maar. Doe maar. Wee. Ja, dat is het zand. Papi! Papa! Doe maar. Doe maar.
Mucho. Ja, goed bezig. Keeper, nu maar uit. Keeper, doe nu maar uit. Nu ga ik het altijd uit, keeper. Ja. Het is wel heel gezond, denk ik. Heel gezond ingedaan. Kijk. Nu uitkeeperen. Nog niet. Keeper maar uit. Nee, nog stand erin. Zo leuk om zo'n momenten te filmen. Zeker als het voor de eerste keer doen. Ja, doe maar. Keeper nu maar zand uit. Nee, zo. Potje vasthouden, zo. Goed zo. Kijk, hij staat er echt zo op. Kijk, hij is helemaal niet groot geworden. Glijbaan. Het is wel de kleine, de grotere staat daar, maar daar ga ik ook niet op. Hij is er nog veel te klein voor. Dus dat lukt niet zo goed. Maar het is wel leuk hier. Ik heb heel veel mooie plaatjes om te zitten. Die zitten nu naast mij. Mijn zit hier te wachten. Mijn is hier. Dat is een heel fans. Dat is een speeltuin. En er zijn heel veel mensen in de speeltuin. Dus ze raken niet zo heel veel. We worden om de 5 minuten herkend. Nou, dat is niet erg. Maar we moeten wel echt wel naar huis nu. Dus ja. Echt wel naar huis nu. Dus dat gaan we nu doen. Richting huiswaarts. Want we gaan eten maken en zo nog. Dus we gaan nu richting huis. We gaan naar de puzzel. Hallo. Heeft u een YouTube-kanaal? De zon is echt super cool, jongen. Het is echt hier chill, maar het is druk. Hij gaat niet overal op. En ja. Hier hebben ze wel rekening gehouden met de kleintjes. Dat vind ik wel goed. Want bij ons in de speeltuin hebben ze dat niet. Kinderglijbaan. En dat is altijd heel moeilijk om te raken. We hebben wel blij hier waar rekening hebben gehouden voor de kindjes. Dus, en nu gaan we richting. Kijk, achter mij zie je de Witte Molen. Schoon, hè? Vind ik ook. Echt wel heel mooi. Toch wel 2 foto's gemaakt. Hans. Ja, dat doe ik met veel plezier. Ik heb altijd gezegd, als mensen me tegenkomen, moet je foto's vragen. Hoe ze de foto gaan. Zolang dat ze mijn peterkindje me laten spelen, is het goed. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus, het is echt wel mooi achter ons in Witte Molen. Dus dat vind ik dat wel goed. Dus nu gaan we richting ons huis. We gaan, als we straks live gaan op TikTok, gaan we dat wel horen dat we hier geweest zijn. Sowieso. Maar dat geeft niet. We gaan eens een foto maken en zo hier nog met de Witte Molen.